Thank you.
Hoog in de benen! Hey! Ja, naast me hier Jonathan van Ballen, de aanvoerder van de voetbalvereniging KSC. Ja, Jonathan, een fantastische overwinning. Ja, zeker. We konden hem goed gebruiken. Vorige week net pech gehad en vandaag zat mee. Cor die stopt een goede panel en dan win je gewoon. Openingsfase vond ik eerst 10 minuten vond ik een beetje voor feestshow. Daarna kwamen jullie heel goed terug. Ja, we hebben wel vaker moeite om meteen op het begin gewoon volle bak te gaan. En na die 10 minuten, ik denk dat wij gewoon... De wedstrijd naar ons toe trok en dat resulteert in het doelpunt. Ja, mooi doelpunt. En dan was het bij jullie een bevrijding, dat doelpunt? Ik denk van, eindelijk? Ja, ik weet niet. Ik denk, we weten zelf dat we gewoon hier gewoon minimoot horen mee te doen. En het was wel een soort een bevrijding. Ja. Het was gewoon een lekker gevoel. We hadden eigenlijk meteen moeten doordrukken, maar zakken dan net weer iets te ver terug en laten ze komen. Maar ja. Want ik vond het feestshow niet best. Had je feestshow zo verwacht? Nee, we hebben toen uit 2-1 verloren. Toen kwamen we ook eerst de helft 1-0 voor. We wisten dat ze gewoon fysiek sterk zijn. Alleen voetballend vond ik het vandaag ook wel tegenvallen. Maar ja, ze verliezen. Ze hebben in de laatste 9 wedstrijden 3 punten gehaald, dus dat zegt ook wel wat. Ja, eerste periode was VSO heel sterk. Je zegt het ook terecht, nu halen ze heel weinig punten. Maar ik vond jullie vandaag strijdend zeer sterk. Ja, kopjes allemaal dezelfde kant op en met z'n allen ervoor gaan. En dat resulteert in een mooie overwinning. En het mooiste van is, vond ik toen maar op de tribune, dat dan de keeper staat, Cor Strademans, met zijn 41 jaar. Want in de bestuurskamer vooraf werd hij al gezegd van, goh, oude kerel, 41 jaar. Maar ja, doet hij subliem. Hè. Ook in tweede instantie zat hij er nog weer tussen. In tweede instantie zat hij er ook weer goed bij. Ja, we weten dat hij dat hij gewoon goed kan keepen en hij staat er als het moet. En hij haalt voor ons de punten binnen. Maar daarna, dan lukt het jullie niet
om die 2-0 te prikken? Want de slotfase was toch hectisch? Ja, het was vooral hectisch. We leunen dan te veel achterover en denken op de counter eruit te komen. Maar ik denk dat we gewoon, gewoon door moeten blijven voetballen zoals we in het begin deden. En dan was er denk ik niks aan de hand geweest. Dan had je de 2-0. Ja, die had eigenlijk al moeten zitten met die bal op de paal. Maar ja, dan moet je gewoon doordrukken en dat lukte niet. Maar... Ja, want Ronald Haans heeft nog wel iets met paal en lat, hè? Ja, vandaag helemaal. Ja. Twee keer paal, een keertje lat. Nou ja, hij prikt in ieder geval één in en is genoeg. Ja, want vooraf hoorde ik van de trainer drie mutaties. Andere doelman, bij jongens geschorst. Maar dit is toch gewoon een overwinning van het hele team? Ja, zeker. We hebben dit gewoon binnengesleept met z'n allen. En nu weer proberen die aansluiting te krijgen. Maar dit is een hele mooie zet om naar boven te kijken in ieder geval. Ja, inderdaad. Ik weet niet wat Zwolse Boys heeft gedaan, maar het zou mooi zijn als ze verloren hebben. Dan staan we daarmee gelijk en gewoon zo doorgaan. En gewoon als het dan moet, dan ga je strijden ten onder. Gaan we strijden ten onder. Maar eerst vandaag dit vieren, want ik vond het een hele mooie wedstrijd. Er zat alles in en een terechte uitslag. Ja, we hebben terecht gewonnen vandaag. Klopt. Oké, dankjewel en ga zo lekker naar boven een potje bier pakken. Ja, kom goed. Dankjewel. Oké, dit was het vanaf Sportpark De Venen, waar KS7 middag terecht won van VSO met 1-0.